Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over straf voor een vals getuigenis naar aanleiding van Deuteronomium 19, vers 15 tot en met 21. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Deuteronomium 19, vers 15 tot en met 21. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen, op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen wegens afvalligheid, dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben, voor het aangezicht van de Heere gaan staan, voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is een getuige een valse getuige? Heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder? Dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laten zij die overgebleven zijn het horen en bevreesd zijn en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien, leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Tot zover de schriftlezing. Het gebeurt regelmatig. Er is iets gebeurd en de betrokkenen spreken elkaar tegen over wat er precies gebeurd is. Als twee kinderen met elkaar beginnen te vechten en uit elkaar gehaald moeten worden, dan zullen ze vaak allebei zeggen dat de ander begonnen is. Maar dat kan nooit tegelijk waar zijn. Het is het woord van de ene tegen dat van de andere. Wie moet je geloven? Je kunt proberen een inschatting te maken, maar dan kun je er behoorlijk naast zitten en er is geen manier om zeker te weten hoe het is gegaan, tenzij je een getuige hebt. Maar die getuige moet dan wel betrouwbaar zijn. Of er is ergens iets verdwenen. Je vraagt aan iedereen die er in de buurt kan zijn geweest, op het moment dat het is verdwenen, of ze er iets van weten. Maar niemand zegt iets gezien te hebben. Of ze wijzen elkaar aan als degene die het heeft meegenomen. Maar degenen waarnaar gewezen wordt, ontkennen. Dan weet je dat er iemand is die niet de waarheid spreekt. Maar kom er maar eens achter wie dat is. Afgaan op degene die het geloofwaardigst overkomt, is een groot risico. Want dat iemand iets overtuigend kan vertellen, wil niet automatisch zeggen dat diegene eerlijk is. En dat iemand onzeker overkomt, betekent niet dat diegene niet de waarheid spreekt. Als in het volk Israël iemand iets had misdaan, dan moest diegene daarvoor gestraft worden. Maar hoe moest precies bepaald worden of iemand schuldig was? Tegenwoordig zijn er allerlei mogelijkheden om dingen te bewijzen die niemand heeft gezien. Maar in die tijd hadden ze nog geen technieken om vingerafdrukken met elkaar te vergelijken. Ze konden geen DNA-onderzoek doen. Camera's hingen nergens. De enige mogelijkheid die ze toen hadden, was de verklaring van een getuige. Maar dit mocht niet op de verklaring van één enkele getuige. Want wie zegt dat die getuige de waarheid spreekt? Daarom moesten er altijd minimaal twee getuigen zijn. Als er twee of drie getuigen waren die iemand een misdaad hadden zien begaan, dan kon diegene daarvoor gestraft worden.
Maar wat nu als bleek dat iemand vals beschuldigd werd? Stel nu dat iemand een hekel had aan een ander, dan kon diegene te grazen nemen door hem ergens vals van te beschuldigen. Die was er dan op uit dat de ander een straf zou krijgen die hij niet verdiend had. Als de priesters en de rechters de zaak onderzochten en het bleek dat de beschuldiging vals was, dan moesten ze degene die de beschuldiging had gedaan de straf opleggen die de beschuldigde zou hebben gekregen als het bedrog niet ontdekt was. En in die tijd betekende dat niet een paar uurtjes papier prikken in het park. In die tijd hadden ze serieuze straffen. Op allerlei zaken stond de doodstraf. Die werd dan ten uitvoer gebracht op degene die de valse beschuldiging had geuit. In het gedeelte staat ook waarom ze dit op deze manier moesten aanpakken. Dat was om het kwaad uit hun midden weg te doen. Het volk Israël was het uitverkoren volk van God. De Heere was altijd bij hen. Maar de Heere is heilig. Bij hem is geen ruimte voor het kwaad. Dus was het nodig om alles wat verkeerd was, resoluut uit de samenleving te verwijderen. Ze mochten het kwaad niet laten voortwoekeren. Zo zegende de Heere zijn volk. Want door het verkeerde weg te doen, ging het goed met ze. Ten eerste omdat de Heere zo bij hen kon wonen, maar ook omdat de dingen die de Heere verbood, niet voor niets verboden waren. Die dingen waren slecht voor de samenleving. God heeft zijn geboden gegeven om zijn volk te beschermen tegen het kwaad. In onze huidige samenleving is het aan de orde van de dag dat er mensen doelbewust worden beschadigd door leugens over ze te verspreiden. Dit is een breed probleem waar de samenleving van doordrenkt is. Soms uit zich dat heel zichtbaar. Er zijn bijvoorbeeld roddelbladen en juicekanalen. De mensen hierachter verdienen hun brood met het verspreiden van leugens of geruchten over anderen. Hierdoor kunnen mensen buiten hun schuld ernstig in de problemen komen. Soms wordt zo'n beroepsleugenaar door een rechter teruggefloten, waarna er een rectificatie moet worden geplaatst. Maar het kwaad is dan vaak al geschied. De valse beschuldiging kan jaren aan iemand blijven kleven. Een schokkend voorbeeld is ook de toeslagenaffaire. Tienduizenden mensen werden door de Belastingdienst willens en wetens ten onrechte beschuldigd van fraude, waarna ze financieel zodanig werden aangepakt dat heel wat gezinnen alles zijn kwijtgeraakt. Hun huis, hun huwelijk, hun kinderen. Ten gevolge van deze affaire zijn zo rond de 2000 kinderen uit huis geplaatst. Nu het uit is gekomen, kan de overheid een klein beetje van de schade vergoeden door de slachtoffers financieel te compenseren. Een proces dat overigens door diezelfde overheid enorm wordt getraineerd. Maar daarmee maken ze een groot deel van de ellende niet ongedaan. Wat nu als wij in Nederland wetten zouden hebben die ervoor zorgden dat de ambtenaren die dit willens en wetens veroorzaakt hebben in dezelfde situatie zouden worden geplaatst? Huis kwijt, huwelijk kapot, kinderen uit huis geplaatst? Het klinkt misschien als een barbaarse straf, maar het is wel precies hetgene dat deze ambtenaren zoveel mensen hebben aangedaan. En als wij op zo'n manier zouden straffen, dan zouden ambtenaren wel uitkijken om dit soort dingen te doen.
Soms is het ook wat minder zichtbaar. Op elke denkbare plek in de samenleving zul je leugens tegenkomen. Ook op de plekken waar je dit het minst verwacht. Bijvoorbeeld in de christelijke geloofsgemeenschappen. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld aan de zijlijn komen te staan doordat er roddels over iemand verspreid worden en een kerkenraad die roddels klakkeloos voor waar aanneemt. Je kunt dan in een Kafkaeske situatie terechtkomen waarin je weet dat je onschuldig bent, maar niemand je gelooft. Kerkenraden hebben daarom de verantwoordelijkheid om zaken goed te onderzoeken, zoals de priesters en rechters dat in Israël moesten doen. En ook dichter bij huis zijn situaties denkbaar. Als je thuis iets hebt omgestoten en je geeft je broertje de schuld, dan kan het maar zo zijn dat je broertje ervoor op zijn kop krijgt en dat je ouders hem niet geloven als hij zegt dat hij van niets weet. Het is voor ons nodig dat wij de leugen helemaal wegdoen uit ons leven. Net zoals de Israëlieten dit kwaad helemaal weg moesten doen uit hun midden. Er is geen middenweg. Wij mogen nooit een valse getuigenis tegen iemand spreken. Als we meestal de waarheid spreken, maar soms niet, dan zijn we niet beter bezig dan iemand die bijna altijd liegt. Dan zijn we onbetrouwbaar. Hoe moet iemand dan immers weten dat je dit keer wel eerlijk bent, als je het soms niet bent? Wij hebben de Bijbelse opdracht om ons leven daarvan te zuiveren. Als je probeert in alle omstandigheden eerlijk te zijn, dan zul je er al snel achter komen dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Ons leven is doordrenkt met zonde. Wij kunnen nog geen dag leven zonder te zondigen. Maar we moeten daar wel naar streven. We moeten het blijven proberen en mogen daarin niet verslappen. God heeft zijn wetten gegeven en het is en blijft onze opdracht om ons daaraan te houden, ook als wij daar keer op keer in tekort schieten. Hoe meer je je best doet om rein te leven, hoe meer je erachter zult komen dat wij dat van onszelf niet kunnen. Maar gelukkig mogen wij weten dat ons behoud er niet van afhangt of het ons lukt om zonder zonde te leven. Jezus Christus heeft de straf voor onze zonde gedragen, zodat iedereen die in hem gelooft na dit aardse leven een eeuwig leven voor de boeg heeft in de hemel. Daar zal geen zonde meer zijn. Daar zal het ons wel lukken om rein te leven. Daar zal alles volmaakt zijn. Daar mogen we naar uitzien. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.